Voorzitters van de verschillende bonden van veiligheidsdiensten hebben gisteren een ontmoeting gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens het onderhoud met de bonden van KBS, KPA en BBS is het staatshoofd breedvoerig ingegaan op het economisch, sociaal en financieel beleid van de regering. Santokhi heeft de bonden opgeroepen om de regering te ondersteunen. Laat het probleem stoppen, laat het bloeden stoppen, laat de stijging van de koers stoppen. Gezamenlijk kunnen we dit bewerkstelligen om het beleid te helpen uitvoeren. Zijn ideeën en projectvoorstellen nodig, sprak het staatshoofd. Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van ILO, de Brazil School for Labor Inspection en het ministerie van AWJ heeft afgelopen donderdag een oriëntatiebezoek gebracht aan Rosebel Gold Mines NV. Dit bezoek is georganiseerd in verband met een driedaagse missie in Suriname met als doel het versterken van de arbeidsinspectie. Als onderdeel van de missie is er een trainingsworkshop georganiseerd in het kader van het 2021-project Consolidatie van de voortgang van het regionale initiatief Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vrij van kinderarbeid. President Chandrika Prasad Santokhi laat weten dat hij goede nota heeft genomen van de toespraak van de minister-president Mark Rutte. De regering beoogt een gecoördineerde, integrale en holistische benadering van het koloniaal verleden in al haar facetten, positief en negatief. Santokhi benadrukt dat behalve het formele moment voor aanbieding van excuses nog veel werk verzet moet worden. En daar zal Suriname integraal onderdeel van moeten zijn.